Museum Belvedere kiest ervoor om haar tentoonstelling in het ramp van 25 jaar bevrijing dochs terugkeer te litten. Van Juwet is tegen het vergeten in het museum te zien met werk van drie kunstenaars. Een van haar is de Duits-Joodse kunstenaar Edith Auerbach. Journaliste Pauline Broekema schreunboeker haar. Daar in haar eentje woont, in dat grote Parijs, als vrouw alleen. Ze komt te wonen in een hotel, in een pension, met allerlei mannen om zich heen, beroemdheden om zich heen. En het is zo bijzonder dat ze daarna in een café gaat tekenen, in verschillende cafés. Dat een vrouw in die tijd daartoe in staat was, dat vond ik zo bijzonder. Auerbach haar libben kwam waarom in de keus die ze maken. Het leven in Parijs voor de oorlog is te zien in die joyeuze tekeningen. Hè? Al die mannen en vrouwen die ze getekend heeft. En na de oorlog wordt dat heel anders. Dan is er geen tijd meer om kunst te maken, zoals ze dat zelf ook zegt. Dan gaat ze herdenken. En dan krijg je die angstwekkende en indrukwekkende schilderijen. Het museum is op tijd, want deze week is bekend worden dat ze voor het eerst subsidie krijgen van de provincie. Het gaat om 2 ton in het jaar. We zijn zo lang al bezig met lobbyen, met het aankloppen bij de gemeente, bij de provincie. Van kom, help ons, want het is nodig. Dit is een museum waar we hebben een hele moeilijke periode gehad, waar we bijna op omvallen stonden. Nu, we krabbelen op de laatste jaren. Dat is al geweldig. Maar al die teleurstellingen die we hebben gehad, die maakt toch een beetje dat je niet rijk prijst. Ja, en als je dan te horen krijgt dat je het volledige bedrag krijgt en dan ook nog met een beoordeling op alle onderdelen excellent, wat wil je nog meer? Dus we waren blij met de middelen, maar ongelooflijk trots op die beoordeling.